Ik word hier helemaal lijk van, hè, van deze geur. Richie heeft dit besteld, maar ik vroeg of ik het mocht unboxen, want het is wel leuk. Nee, Richie bestelt dus altijd bij ons de ontbijtbenodigdheden. We eten vaak yoghurt met muesli en fruit en dan allerlei zaden en noten. En die bestelt hij dus bij deze winkel. En het ziet er altijd zo heerlijk uit. Zonnebloempitten, moerbeibessen, krenten, pompoenpitten, inkabessen. Wordt hier steeds gekker. Oh ja, en goji-bessen. Die vind ik wel lekker. Mensen die mij goed kennen of lang kennen, die zullen nu echt denken, wat is die vrouw aan het doen? Want ik ben zo opgevoed, zeg maar, met gezond eten, extreem gezond, biologisch, vega, grotendeels. Maar ik heb een extreme drang naar fastfood en snoep, dus rozijnen. Dus het is goed dat ik met Richie ben, want hij maakt 's ochtends dus ontbijt en dan gooit hij al die pitten en zaden erin. En dit bij elkaar was €38,27. Wow. Richie. Wow. There she is, yay, mama. So, look at your mom, she went out in the snow. Family unit. How are you doing today, Richie? Not bad. We're okay. Just getting through the work. Okay, but bored. Yeah. Sydney is disgusting. Gross. Great, get it real. Gross. Kijk, dit is Richie's kantoor. I'm trying to create content. Making content. Dit is het bed. En dit is het kantoor. Steve left. If you walk away, he starts crying. Yeah. This is the whole day, Richard. 1 second, no entertainment, and she starts crying. Dit ding heb ik even lekker gewassen. Ik ben blij dat al die babydingen van die losse hoesen hebben. Want er komen constant kleine melkkotjes op terecht, hè, Sydney? Ja, kleine ongelukjes. Oh, eerst die kop, denk ik. Die dikke kop. Vindt u het interessant? Heerlijk, die is weer lekker schoon. Dit weer. Zijn we hier weer. Ik draag mijn zwangerschapsbroek nog steeds. Ik weet niet, het is zo lekker zacht. En dan dat ding zo helemaal over je buik gaat, is gewoon eigenlijk heel lekker. Alle ledematen naar binnen. Dus pijpjes en mouwen naar binnen. En dan dubbel. Dat is hoe ik pakjes opvouw. Want ik kwam er niet uit. Met theedoeken ben ik helemaal zat. Eén bij elkaar geraapt zootje. Kijk, allemaal van die dingen die niks met elkaar te maken hebben. Dit zijn trouwens de lekkerste sokken ter wereld. Ik heb ze van Madelon gekregen. Ze werkt bij Timberland. En inmiddels heb ik ze ook aan Richie gegeven, mijn moeder. En aan Suus, mijn zus. Kijk, het zijn die. Je kan ze in zo'n 3-pack kopen. En er zit dus heel veel stretch in. Het is gewoon echt heerlijk. En iedereen waar ik ze aan heb gegeven, is het ook met me eens. Ja, interessant. Oh, ja, we hebben dus die Pukkababy slaapzak gekocht. Het is echt een heerlijk dingetje. Ga maar wippen. Ja, dus dit is nou een jersey met teddylaag. Maar er kan dus nog een jerseylaag weer overheen.
got some fresh stuff in. Going to fill up the old containers and get ourselves organised. We're always having good seeds and berries and all that kind of stuff in our breakfast. Hoi Sydney, we horen je, we horen je. Ik zie hier opeens voor mij een fashionable man in een Balenciaga, in zo'n Balenciaga parka en dan die muts. Looks like a zoo. Yeah, it is a zoo. This is our life now. Wij hebben, Richie had €150 van de Bijenkorf cadeaubon. Richie was zo lief dat Sydney en ik ook iets mochten uitzoeken. Dus we hebben voor ons alle drie iets bij de Bijenkorf gekocht. Oh, Sydney, Michael, what did I get? Who wants to go first? Sydney. So, this I wanted since forever for her. You? Yeah. Sydney. Mooi. A little trendy baby. Look at you. Adidas suitje. Your little trendsetter. And then that's these. Hey, for Lulabo, Bé. That's how you pronounce it. I looked it up. Bé. Yeah. Do you know what it smells like? No, but I love all their smells. Yeah. Ik word hier helemaal lijk van, hè, van deze geur. It really drives me crazy. Good. This is so nice. This is good for me, right? Yeah. And tracksuits. Bucks. Yeah. Jacket. Looks really big and that's good because the other tracksuit from Hummel is really slim, which I also like. And this one is more like the 80s silhouette. Bulky. Dus ik ga me aankleden, ik ga het pak zo laten zien. Dankjewel. Kijk jongens, het pak vind ik echt prachtig hoe die lijnen zo naar voren lopen. Ik heb mijn haar gewassen, zo is het als ik het nog niet heb getoupeerd. We zijn eindelijk buiten. Finally, also we made it into the snow. This is beautiful. Kijk, hier kan je even lekker schreeuwen als je nog wat eruit wil gooien. Ik heb zo meteen weer een gesprek met RTL Boulevard. En het ging de vorige keer over... Oh, Sydney is wakker. Dat is inderdaad 40 minuutjes. Zij slaapt al precies 40 minuten. Kijk, ga op haar. Tot zo. Hallo, schatje. Goedemorgen. Ga je kruipen, hè? Goed zo. Ik heb zo meteen om 12 uur een gesprek met RTL Boulevard over Valentijn cadeaus. Nou, ik had een heel leuk idee voor Richie, voor Valentijn. Om hem gewoon zo'n hele set met Provi keukenspullen te geven. Maar 3 van de 5 dingen liggen in Engeland in een magazijn. Dus ik had gisteren gebeld en die kunnen ze dus niet leveren. Dus ik heb even iets anders besteld, maar veel minder leuk. We gaan even kletsen op Zoom dus. Ik heb dit aangesnoerd. Hier zitten van die elastiekjes. Zo wordt het een beetje zo'n
cropped jacket. Je loopt die streep naar binnen en hier van achter naar voren. Vind ik heel mooi. Ik heb even wat vette accessoires gepakt, want ik ga even een nieuwe look maken. Jullie zien het hier al. Het Adidas pakje komt even op een OOTD. Die plaats ik af en toe op Instagram, maar dat weten jullie natuurlijk wel. Het leek me gaaf om die broek over het jasje heen te trekken. Eigenlijk in te stoppen. Je high waistje. Fluogeel met rood, altijd heel mooi. Kijk, hier hebben wij inmiddels mooie zakjes met fruit en groenten. Wortel, bloemkool, sperziebonen in. Dus dat haal ik vanmiddag uit. Hier al appeltje eruit gehaald. Dus daar ga ik dan een banaantje bij prakken. En dat is er een beetje. We beginnen met de meeting. Ik heb allemaal dingen opgeschreven die ik zelf gaaf vind nu voor Valentijn. En wat gepast is natuurlijk in deze tijd. En wat alle klassiekers zijn, waar ik nog steeds ook fan van ben. Dus, hi! Even kijken hoe mijn audio was, hè? Ja, volgens mij nu wel. Hi! Hoi! Hoi! Hoi, ik ben Wesley. Hi Wesley, ik ben Roos. Roos Marijn. Hoi. Hi. Nou, welkom in onze meeting. Ja, dankjewel. Ik zie jou goed in beeld. Je bent goed zichtbaar. Audio lijkt er goed uit te zien. Ja. Een heel leuk gesprek. Het komt donderdagavond op televisie. Dus dan ga ik natuurlijk gekluisterd aan de buis kijken. Nu ga ik even mijn alles is kringloop story editen. Heerlijk om te doen. Dit is een eigenlijk geweven sweater. Cuffs, een v-neck. En hier zit een boord. Deze bestaan heel veel, maar bijna nooit helemaal zwart. Dus toen ik deze vond, was het echt een geluksmoment. Deze heb ik aan met een gebreide mermaid skirt. Helemaal bezaaid is met pailletten. En deze hexboots, die heb ik tweedehands gekocht. Maar ze waren wel ongedragen, dus dat was deadstock op de Noordermarkt. Ik hou er gewoon van dat het heel extreem is. The group meeting today, so they push trivia to 6 to 7. You have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Don't know who you are.